Ik praat nu van die omgeving waar ik nu blij. Ik blij in een aardiepe huis. Het is nu 20 jaar wat ik hier blij. En mijn huisplan was voor een gestremde mens. Maar waar die huis gebouwd wordt, het is niet dat plan gaan gebruiken. Ik kan niet mijn voordeur gebruiken. Ik kan niet aankomen. Ik kan niet mijn voordeur gebruiken. Ik gebruik niet eens mijn voorkant van die deur of die stoep. Als het warm binnen kan, niet buiten opzetten. Dan zit ik achter in de jaart of langs die huis. En als ik met uitgaan met een vervoer, is die rolstoel haak vast op die grond, want het is zand, die grond is los. Nee. Meeste van die span mensen wat mij gewoond is, zoals Susan, is mij komen halen in die jaart. Nee. Ik word ook maar redelijk in die jaart, dat is nog gemakkelijker. Niet zo zwaar die rolstoel afstoot. Nee. Elke ochtend, onze driver wat mij skrop toe vat, naar onze werk toe, hij sikkel met die rolstoel van. Hij haak me in die zand vast. Maar anyhow, ik heb geprobeerd om aanzoeken te doen bij de municipaliteit. Ik heb al kantoren en kantoren gelopen. Ik heb al vorms gekregen wat ik volgemaakt had. Ik heb al dokterpapieren volgemaakt en aangevat. Elke iets wat ik gezoek had, ik het aangevat. Maar ik heb nu die hulp gekregen. Nie. En als ik in mijn kamer in ga, mijn rolstoel raakt niet bij die deur klaar. Want ik kan me nog niet verder in gaan met die rolstoel. Mijn kamer is te klein. Ik heb mijn achterkamer van die kinders opgebreken om mijn kombuis te groter maken. Dat ik kan bewegen. Om voor mij kan kost maken. Ik heb gesukkel dat ik voor mij zien kan en dat ik kan voor mezelf iets doen. Want bij het tijd is die mensen, als daar niemand is bij deze, is ik alleen, dan kan ik voor mij niks doen. Nie. Dan moet ik wel dat iemand komt voor mij een bad water beren en die kamer dat ik kan was. Dan moet ik mijn watervat en uit gaan gooien. Ik heb dat toilet, ik kan niet mijn toilet gebruiken. Soms bedags, ik ga nu eerlijk als ik praat waar, maar het is goed wat gebeurt. Ik gebruik een bakken in huis. Om die emmer. Ik ga nu net toilet toe, als ik voel ik moet naar toilet toe gaan, dan ga ik toilet toe. Als ik met mijn rolstoel ga, dan ga ik in die toilet, dan moet iemand die rolstoel terugtrekken om die deur toe te stoten. En dan is dat zang toilet. En die toilet is net zo groot als ik. Want als ik daar zit, ik zit dat toilet vol, ik kan niet bewegen. Die rolstoel raakt net bij die deur klaar, dan moet iemand hem achter toe trekken. Als het in de nacht is, is het onveilig, ik kan niet naar toilet toe gaan. Nie. Ik moet wachten tot in de ochtend. Want die reden is die, al kan ik uitgaan in die nacht. Ek is bang, want ons blijven in de straat waar twee tavernse het. Die mensen drinken, beweeg die hele nacht. Soms kan ons niet slapen in die nacht. Nie. Maar het is voor mij ongemakkelijk. Ik kan niet meer achter de deur gebruiken. Ik gebruik die rolstoel tot bij die achterdeur. Dan moet ik opstaan en mijn krukken vatten in die huis in die. Want ik kan me niet met die rolstoel opruimen. Nie. En wat mij worry is in die vervolg, ik ga fulltime op die rolstoel zitten. En dan kan ik weer opstaan met die krukken, want ik voel me gewicht, laat me ook niet doen. Maar ik kreeg help nergens nodig. Ik heb al de Women's Rights Commission toegeschreven en help gevraagd. Ze hebben me geheeld, maar ik wacht tot nu nog voor de municipaliteit, maar ik weet niet hoe ver. Ze beloven niet, kom, ze bellen niet, ze doen niks. Zo, ik weet nog niet hoe lang ik kom wachten voor dit. Nou, baie moeilik om ewers te gaan en so aan as ek mense vra dan moet ek nou. Miskien ek wil vandag ewers gaan dan moet ek wag, ek kom my persoon totaal uit wat my moet ewers neem en het dit net een heel, is regtig net een heel ander story nou. Span my bene af as ek nou baie vra afhankelijk van ander mense en die dinge wat ek destijds te doen, dat kan ik nie weer doen. Ek moet net help kry met die ander mense. Met die help met alles. Maar nie met alles, ek kan meeste goed myself doen. Ja, kan jy inkom? Ek gaan ek draai by die sloot. Okay. As die reen val, is moeilijk kijk voor mij, want ik loop met een wheelchair. Het is net water hier, so dan staan er die water hier, so en helemaal is die wheelchair mag hier diep in die water in gaan. So ek vraag help, as een brief kan julle mij helpen, maar die is moeilijk kijk voor mij om te ingaan hier. So. Okay, Charles, sê net vir my bietjie, die huis dan hier so. Is hy afgeteken as 'n toeganklike huis? Met ander woorde, toe hy gebou was,
Hy is gebouw as die RDP huis. Ok, maar die mense het geweet jy het a disability. En het geweet die mense het a disability. Hoe is hierdie huis gebouw geword het vir a mens met a disability? Toe ken hulle om te sê vir a disability. As hulle wat hulle die huis nie reg gebouw het. Ek het geloof hoe hulle wees hulle van die huis om te sê die huis is hier reg gebouw en wat hy goed en alles. Sinds wat hulle het gesê dat hulle gaan my help, tot vandag het my nog nie gaan help. Bye, wat gaan jy vir my hier wees nou? Ja. Ok, net sien, is dit die badkamer nie? Ja, is dit die toilet, het die badkamer. Ok, nie een badkamer nie? Ja, het die badkamer. Oh, ok. Nie, ek moet die wees. Oh, moet jy die wees om in die toilet ja, te kom? Ja, dat die om, op, hoe gaan jy omvat? Ja, ok, hoe gaan jy gewoonlik in? Hoe maak jy die deur oop? Hoe ja, gaan jy? Maak sy vir jou die deur oop? Hy maak die deur oop. Ok. Toen ik nou zo aankom van buitenkant af, die ramp van die stoep tot daar bij de gate is hier recht niet. Want die rent, als hij rent, hij was hem af tot in de eisen. Als ik in de eisen kom, lijkt zo die rent zo rent, hij rent, maar dit is lek bij die gevaarlijke elektriciteit. Achter die water gaan achter deur. Maar nou hier zo, als ik inkom, maar hier zo bij de eis, die toilet is smal. Ek kan nie met die rolstoel in die toilet ingaan nie, want ek moet afklim van die rolstoel af as ek in die toilet ingaan. In plaas die huis is nie acceptable gebouw vir 'n gestremde persoon nie. Die huis is gebouw soos iemand wat nie gestremd is nie. Sien nie. Maar as ek my artifisie bene uittrek en ek loop op die vloer, die tepe steek my van buiten tot buiten op, maar ek kan ook nie kalp loop buiten en in die huis in. Ek moet blij artifisie bene aanzet en by my bene. Maar die dak, die balken van die dak, lek. Maar ek is nou is die maar, dit raak bros. Maar nou, die tot by my kamer ook, dat lek ook, die achterste kamer dat lek. En die wind as die waai, ek tel die dak ook. En plaas by die dieren ook, die dieren is ook die acceptable vir my, want die kom, dit is een staal dier, maar as ek hom toe maak, hy skier daar, by die kosijn. Maar nou elke tijd dat ik hem zo open toe maak, hij skier. Tot laat hij ons nou skier. Het is hetzelfde, maar nou alles wat in de huis is, bij die huis, is niet recht. Die huis is niet recht gebouwd, van zoals ik kom zien, zoals hij ons recht gebouwd voor een gestremde persoon. Dat wat getekend bij die forum ook, en die dochter het ook getekend, hoe men een gestremde mens is gebouwd wordt. Dit is die vorm wat die dochter gaat tekenen met my first wife. Die iemand van die contract, wat die contract gehad het om my heet te boven die gestremde mens. Hy is gepromis, maar die promis was, hy het nie gedoen soos hy vir ons gesê het nie. Jy moet pavingen gewees het by die jaar, dan moet fans gewees het, dan moet kracht nog gewees het, die kracht kom nou hier 2012. Ja, nee? 2011, nee maar nie 2011, 2010, ja, 2010, net na die World Cup, ja, die word die kracht aan gesit. Nou van daar af, toe kan ons nou mooi inlichting kry van die kracht, van ons krachtgoederse koop, wat met kracht werk, en al die goederse, nou as ons happy, maar nou net, die huis is nie acceptable. Ja.